De mensen op de foto's van Ed van der Elske kijken vaak recht in de camera. Dat heeft te maken met zijn werkwijze. Hij was heel aanwezig op straat. Met uitdagende opmerkingen, grapjes en knipogen. Hij was voor niemand bang en legde heel gemakkelijk contact. Dat is vlakbij de Nieuwmarkt. Nou, toen woonde ik daar al een paar jaar. Dus die mensen die kenden me. Het kan zelfs dat het niet eind vijftiger jaren, maar begin zestiger jaren was. Nadat ik met mijn vrouw van toen, Gerda teruggekomen was van een wereldreis. En tijdens die wereldreis heb ik mijn fotoboek Sweet Life gemaakt, waar misschien nog wat meer over hoort. Maar wij hadden tijdens die reis ook 12, 13 of 14 televisieuitzendingen gehad. Travelogues, reisverhalen. En die waren heel veel in beeld geweest en we hadden toen even een soort populariteit of, of in ieder geval bekendheid. Heel veel mensen uit de buurt kenden ons toen, ja. Ja, en dit zijn dus, vind ik, hele aardige, hoe moet je nou zeggen, heel individualistische volksmensen. Prachtig aangekleed en gekapt.